Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 25 juni. Door het wordt vandaag een tropische dag in Nederland. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ruim boven de 35 graden op veel plaatsen. Er zijn wel wolkensluiers zeker vanochtend, maar geleidelijk aan breekt de zon steeds meer door. En vanochtend is het ook al warme temperaturen rond de 25 graden. Er waait een matige zuidoostenwind die vanmiddag aan zee gaat draaien naar het westen en dan komt daar wat verkoeling. Maar het is dus wel tropisch warm, met temperaturen tussen de 31 en 36 graden. Vanavond ook nog lang zacht. Maar de westenwind blijft wel doorstaan. En dat betekent dat langzaam maar zeker er wat meer afkoeling gaat komen. Ook in het binnenland. De minimumtemperaturen voor komende nacht liggen dus iets lager. Dan die van afgelopen nacht. Toen het op veel plaatsen boven de 20 graden bleef. En morgen, ja, dan hebben we een noordenwind. Dan zijn er flinke zonnige perioden. En wordt het in het noorden van het land 21 tot 23 graden. In het zuiden kan het nog steeds 31 graden worden. En mogelijk dat in de kustgebieden. er eerst ook wat lage bewolking hangt. Donderdag en vrijdag ook weer veel zon. Met temperatuur. Tussen de 19 en 27 graden en zaterdag wordt het dan weer warmer. In het binnenland kan het dan weer tropisch worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.